Goeiedag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. Vandaag gaan we lekker weer aan de gang met een pull workout. Een pull workout betekent gewoon trekkende bewegingen met de armen, met de benen. En omdat er van de vorige training natuurlijk een push workout was, gaan we vandaag richten op die andere spiergroepen. Waaronder de rugspieren, de benen natuurlijk, ook weer de buikspieren. En de armspieren, de biceps. Weer hetzelfde idee. Drie verschillende niveaus. Absolute beginnen en intermediate of gevorderd. Alleen nu doe ik niet drie trainingen achter elkaar, drie niveaus achter elkaar. Iedereen kan deze training volgen. Als er een ander type oefening is voor een iets vergevorderdere oefening, voor een oefening die ik hier ga doen, laat ik hem hier of hier zien, zodat je hem precies kunt zien hoe die uitgevoerd moet worden. Natuurlijk zal ik ook wel wat uitleg erbij geven waar je op moet letten. En nou, laten we maar vooral gewoon gaan beginnen. Beginnen we met de eerste oefening. En dat is voor de rugspieren, een table row. Zie dit als een tafel, je eettafel. Hier staat hij. Je gaat eronder hangen. Eronder zitten, je kan ook natuurlijk hier zitten. Pak je hem goed vast. En voor de absolute beginners, zeg maar, die dit eigenlijk nog nooit gedaan hebben, maak je deze houding. Hou gewoon je knieën gebogen. En maak je herhalingen. Voor de beginners, die kunnen, als je het kan, hè, anders doe je ook gewoon je benen gebogen. De benen gestrekt. En voor de intermediate komt zo in beeld wat je daarvoor moet doen. Daar ga je dus 1 seconde op en laat je hem 4 seconden rustig zakken. Om je spieren lekker lang onder spanning te houden. Dit gaat tegelijk lopen. Ja? Ik doe het even met gebogen benen. Voor de absolute beginners. Dus hier. Let erop dat je natuurlijk je lijf recht hebt. Niet hier hangend. Of een banaan, hè, dat je hier gaat omhoog trekken. Nee. Hou je lijf recht te houden. Ja, 10 tot 15 herhalingen. Let's go. En probeer gewoon met je borst, onderkant borstspier zeg maar, net de tafel aan te tikken. De rand van de tafel, waar die ook zit. Ik ben de tel kwijt. Ik denk 8. Als je merkt dat je grip een beetje wegglijdt, ga even zitten, pak je hem op, hup, en ga je gelijk weer door. Oké, 45 seconden rust. 45 tot 60 seconden natuurlijk, hè. Ik moet hem eventjes aanzetten. Kijk, jullie zetten hem nu natuurlijk op pauze en pakken zo weer een setje. Was ik even vergeten te vertellen. Let erop bij deze. Als je hieronder hangt, is belangrijk. Schouders laag in je romp. En eerst je schouders goed naar achteren trekken. En dan omhoog. Ja? Voel je daar goed op te letten. Volgende oefening is de hip thrust. Plus een hamstring pull. Let op. Het is even pauze. Wacht even hoor. Zo. Het is even pauze. Het ging even mis met de tijd, dus ik heb geen idee hoe lang ik nu pauze heb. Knieën of voeten gaan plat op de grond. Heupen gaan omhoog. En tegelijkertijd als je heupen hoog zijn, dus je knieën en je schouders is één rechte lijn, dan trek je je voeten naar jezelf toe. Dus je moet eigenlijk dit gevoel krijgen, dat je jezelf naar voren trekt. Dan ga je weer naar beneden. Hou je handen lekker hier op je schouders. Hier, hoofd mag natuurlijk ook op de grond. En trek jezelf naar je benen toe. Weer terug, hierheen. Hierheen, hierheen. Weer terug, hierheen. Dus voor de beginners, of de absolute beginners en de beginners. Als je een gymbal hebt, die ik zo laat zien, leg je voeten op de gymbal en trek hem naar je toe. Ja, die komt zo meteen ook in beeld. Oké, ook hier weer 10 tot 15 herhalingen. Zeg ik dat goed? Ja, 10 tot 15 herhalingen. Oké, gaat ie. Dus omhoog, naar je toe trekken, terug en weer even liggen.
hierheen, omhoog, hierheen, hierheen. Dus je bekken naar voren inkantelen, naar je toe trekken, ontspannen, hierheen. Dus niet met een holle rug hier, hè. Probeer dit voor elkaar te krijgen. Hierheen. Oké. Okay. Als het goed is, moet je dat echt in je hamstrings voelen. Achterkant van je benen, hè? Van je bovenbenen. Tel kwijt. 8. 15. Rust. Jullie zetten hem weer even op pauze. Doe nog 2 sets van dezelfde. Ik voel hem al. Ik hoop jullie ook. En dat komt omdat je, voordat je omhoog gaat, je bekken inkantelt en dan pas omhoog drukt. Dat is belangrijk. Oké, pauze. Nog 2 sets. En dan ga je zo meteen verder. Nu krijgen we de buikspieren. Ik ga even zitten. We krijgen 3 oefeningen die iedereen kan doen. Geen andere niveaus of andere soorten oefening. We beginnen met zometeen met de plank knees to elbow. Je plankt hier. Dus je maakt een plank. Niet zo planken. Hè? Ook niet zo proberen te planken. Nee, ik ben 1 rechte lijn. Bekken inkantelen en dit uitstrekken. Dat is belangrijk. Dus niet in je schouders gaan hangen hier, dit uitstrekken. Plank, knees to elbow. Knie gaat naar je elleboog en weer rustig terug. Knie gaat naar je arm en weer rustig terug. En of je een beetje naar voren komt, dat mag. Hier, om je elleboog te kunnen halen. Maar ga niet gooien. Daar pak je buikspieren niet mee. Maar rustig erin duwen. Ja? Dat is de eerste oefening. De tweede oefening zijn dus 3 oefeningen die we achter elkaar gaan doen. Allemaal 10 tot 15 herhalingen. De plank knees to elbow is 16 tot 26. Dus ben je wat meer gevorderd, pak je 26. 26 omdat je natuurlijk met 2 benen werkt. Maar minimaal 16. Dan krijgen we de hollow body hold. De hollow body hold. Is ontzettend belangrijk weer. Die bekken inkantelen, dus je onderrug is in de grond. Dus je kan niet met je vingers in dat holletje, als je normaal gesproken gaat liggen. Dan kan je dat holletje, ik weet niet of je het goed kan zien, maar zit hier een holletje, dat is normaal. Zeker als je benen recht hebt, dan trekt die je hol. Probeer dat te voorkomen door actief je bekken in te kantelen en de spanning op je buikspieren te hebben. Gaan we doen, zometeen, ik heb nu iets langer pauze, door je bekken in te kantelen, knieën naar je toe en er op zo'n klein mogelijk stukje van je rug te liggen en vasthouden, meer is het niet. Navel intrekken en meer is het niet. En merk je nou dat je rug hol wordt, stop je. Dan ga je de effect van de oefening gaat dan verloren. Ja? Dat is de hollow body hold. En daarna krijgen we schuine sit-ups. Ik moet even kijken of ik die kan doen. Waarschijnlijk niet. Nee. Deze kant misschien wel. Ja, deze kant gaat wel. Hier heb ik namelijk sporters heen, ja. En dat doet heel erg zeer. Een soort liesbreuk. Even kijken hoor. 15 tot 25 keer. Let op. Je gaat alsof je een crunch gaat doen, maar je knieën gaan naar de zijkant, ongeveer 45 graden weg. Bekken weer inkantelen, dus je rug bol maken. En vanuit hier kom je omhoog. En of je nou je handen hier houdt, ik hou ze graag hier. Maar dus niet dit gaan doen. Hè? Als je merkt dat je dat gaat doen, ga je momentum creëren met je armen. Dat is niet de bedoeling, moet je gewoon even stoppen en daarna weer oppakken totdat je minimaal 15 hebt gehaald. Juist, je houdt je armen stil en je rolt. Je rolt vanaf hier naar hier, rol je eigenlijk gewoon af en weer op. Dat is het. Ik doe zo meteen alleen deze kant. En jullie gaan natuurlijk ook de andere kant doen, 15 tot 25. Maar dat gaat dus bij mij eventjes niet. Dus, plank knees to elbow. 16 tot 26 keer. Ben je beginnen of absoluut beginnen, probeer je in ieder geval 16 te halen. Ben je wat meer gevorderd, pak je 26. Of tot 26. Een hollow body hold, minimaal 20 seconden vasthouden. Met je onderrug in de grond.
Kan je langer, pak je hem langer. En dan voel je hem echt wel aantrekken. En dan een schuine sit-ups. 15 tot 25 herhalingen. Dus 15 als je wat beginner bent. En 25 als je wat meer vergevorderde bent. Oké, we krijgen eerst, plank knees to elbow. Let's go. 15 tot 25 keer. 16 tot 26 keer. En let op die schouders, hè. Die uitgestrekt zijn. Dus niet erin gaan hangen. Hierheen. En als je kont iets omhoog is, maakt mij deze niet uit. Als je bekken maar, als je maar niet dit krijgt. Hier houden. Complete tel kwijt. Ik denk dat ik zeker tussen de 16 en de 26 zit. Oké. Gaan we gelijk door naar de hollow body hold. 20 seconden. En jullie doen dus zometeen 3 sets van deze. 20 seconden. Knieën gewoon naar je toe. Bekken inkantelen en vasthouden. En 20 seconden even timen. Minimaal 20 seconden. Trillen is niet erg als je merkt dat je gaat trillen. Het is geen enkel probleem, het betekent gewoon onwennigheid. Je spieren staan onder spanning, zijn ze niet gewend. Ik krijg echt pijn nu. Heel vervelend. Probeer dus minimaal 20 seconden vast te houden. Volgens mij had ik 18. Zet hem even op pauze op het moment dat je wat langer vast kan houden. Dan krijgen we schuine sit-ups. Wat ik net zei, je gaat gewoon liggen. Knieën hier, alsof je sit-ups gaat doen. Heupen gaan iets opzij, knieën gaan ongeveer 45 graden weg, bekken inkantelen en hier kom je omhoog. Nee. En natuurlijk de andere kant, maar die kan ik natuurlijk niet. Pauze. Dan pak je 45 tot 60 seconden rust. En dan pak je meer. Plank knees to elbow, hollow body hold en de schuine sit-ups. Nog 2 keer dus. Dan krijgen we als laatste oefening van deze workout 3 setjes van table of tafel bicep curl eigenlijk. Pak je de biceps. Dus waar we net zo vast hielden. Dan zit de tafel zeg maar daar. Pak je hem hier aan het randje. Nu pak je hem hier vast. Dan zit de tafel zeg maar hier. Ja? Dan ga je als beginner lekker met je knieën gebogen. Of als absolute beginner. Als beginner kun je, als je het niet trekt, is het niet erg. Met je benen gestrekt en deze beweging maken. En voor de gevorderde, die zal ik zo meteen apart in het hoekje tonen. Die pakken hem hierheen. 4 seconden zakken. Geen rust onderin. 1 keer omhoog. En weer 4 seconden zakken. En dat ook 10 tot 15 herhalingen. Dat geldt voor iedereen. Oké. Let's go. Let erop dat je armen, dat je niet deze beweging gaat maken, maar met je hoofd naar de onderkant van de tafel. Let op, hè, dat je niet te hoog komt. Dan krijg je een deuk in je tafel. Zonde van de tafel. 4. Je kan ook dit doen, hè. Let erop dat je helemaal strekt en gewoon zo hoog mogelijk opkomt. Net met je hoofd onder de tafel. Volgens mij heb ik er nu 15. Hij zegt hier 10.
Zou kunnen. Oké, jullie doen dus nu nog 2 sets erbij. En dan zit de training erop. Zet hem dus even op pauze. En zet hem weer aan als je die 3 sets gedaan hebt. Dan gaan we nu de spieren die we gebruikt hebben, gaan we stretchen. De rugspieren kun je stretchen door je handen ergens op een muur, op een trapleuning. Ergens in ieder geval iets wat verhoogd is. Ga je op leunen of je doet het tegen de deur aan zo hier. Je staat gewoon met je voet naar achteren. Je gaat met je hoofd door je handen heen. En dan ga je steeds ietsje verder. Niet te veel buigen. Probeer ze wat gestrekt te houden. Voel je achterkant van de schouders. Voel je stretchen. En ook, als het goed is, een beetje naar beneden toe. Aan de zijkant. Dus hier. Voel je dat wat stretchen. En die hou je lekker vast. Eventjes. Statisch stretchen, zoals gezegd. Minimaal 20 seconden vasthouden. Om de spanning er goed af te krijgen en de lengte weer terug te krijgen. Rustig weer terug. Als je iets hebt waar je aan kan hangen. Ik kan even zo snel niet bedenken waar dat aan kan zijn. Als je hier iets aan kan hangen, kun je ook zo je rugspier stretchen. Dan pak je hem echt hier aan de zijkant helemaal naar beneden. Dus een soort van surfhouding. Als je dan nog een beetje inkantelt hier, dan pak je hem ook nog. Ja, oké, dit was de rugstretch. Dan krijgen we de hamstrings. Die ken je natuurlijk. Kun je dat prima zo pakken. Lekker hangen, als het goed is voel je dat hier. Misschien wel tot in je kuiten, dat is prima. Maar die kan je ook weer, als je op de trap, op een kastje of wat dan ook, je voet legt. Tenen naar je toe halen. Knie lekker indrukken. Kom je er niet bij, is niet erg. Hè? Als je genoeg hier stretch voelt, is het goed. Maar voel die stretch en zoek hem goed op. Zodat je deze ook weer op lengte kan brengen. En de spanning eraf kan halen. Was weer lekker, hè, die workout. Ik hoop dat je hem vol hebt kunnen houden. Heb je hem niet helemaal vol kunnen houden, hè? Dan heb je tussendoor rust moeten houden. Is helemaal niet erg. Maar dan weet je, dan kun je daarvoor trainen. En als je deze training dan gewoon herhaalt, af en toe is. 2 keer in de week bijvoorbeeld doet. En dan kun je zo je progressie kun je bijhouden. Houd het gewoon langer vol, maak je progressie, ga je vooruit. Word je sterker, word je conditie beter. Ja. Tijd niet bijgehouden. Ik denk dat het ongeveer 20 seconden is. Schud hem even los. Dan krijgen we de buikspieren. Die heb je natuurlijk net ook gebruikt. Die kun je stretchen door op de grond te gaan liggen. Ik heb geen idee of dat heel gevoelig is bij mij. Door push-up houding zeg maar, op je buik aan te nemen. En omhoog te drukken. Nee, gaat wel. En je heupen op de grond te laten liggen. En wat je dan nog kan doen is een buikademhaling. Dus je buik naar buiten uitzetten, voel je echt wel die stretch. Kijk ook in je onderrug voelen dit. En rustig terug. En pak hem nog een keertje. Ook hier heb je natuurlijk behoorlijk wat spanning opgezet. Het gaat spierpijn. Gaat het niet minder worden hè, als je gaat stretchen? Helaas. Dat hoor je wel eens, hè? Stretchen, spierpijn gaat. Nee, zo werkt het niet. Wat je dus wel doet, inderdaad, je haalt de spanning eraf. Rustig weer gaan liggen voordat je opstaat. Oké, dan hebben we natuurlijk nog de biceps getraind. Kun je ook op verschillende manieren kun je die stretchen. Als je armen wijd doet, duimen naar buiten, naar achteren draaien. Zoveel mogelijk. En dan je armen naar achteren. Dan voel je als het goed is, je biceps stretchen. Hier kun je hem vasthouden. Natuurlijk kun je het ook zo, als je iets hebt, een deurpost, je arm helemaal in de overstrekking en indraaien. Dan voel je hem ook stretchen.
Dit kan ook. Als dit niet goed lukt, kun je deze proberen. En natuurlijk de andere kant. Wat je ook kan proberen is je hand pakken, voorop zetten en in de overstrekking rustig opstretchen. Dan kan je doortrekken. Maar als je hem hier met je ribben kun je hem wat meer opduwen. En dan kun je hem ook hier aan de andere kant doen. Zo kun je ook hier je biceps opstretchen. Als je het volgehouden, top. Als je het nu niet hebt volgehouden, ook top. Herhaal hem dan af en toe eens en kijk eens of je hem later over een paar weken wel in één keer kan volhouden. Ik zeg goed getraind, tot de volgende keer.